Doeg. Gebiezen. En voor het overige zit er niets anders op dan af te wachten. Dat zijn geen vijfers, hè. De vuurste letterheid met onze polariteit. Enfin. De brandweer van Tübingen heeft versterking gevraagd aan naburige korpsen. Met hun eigen materieel staan ze machteloos. De gens doivent comprendre que avec le débit de la rivière et la hauteur qu'elle atteint, nous n'avons pas de pompe capable de puiser ça. Et puis nous puiserions de la rivière pour remettre dans la rivière. C'est usé inutilement et le personnel et les pompes. Demain, après-demain, quand ça va descendre, on aura bien besoin de ces pompes-là pour les aider. Ook in Henegouwen zijn de zandzakjes weer boven gehaald. In Ontrage, in de buurt van Bergen, kunnen de riolen het water niet meer aan. Het dorpsplein staat blank en de hulpdiensten proberen nu te verhinderen dat het water ook de huizen binnenloopt. Toute la maison, le mobilier, on l'a surélevé avec des cas, enfin des blocs. Ici on a mis des sacs de sable. Là mon beau-père est en train de mettre une planche avec du silicone et bon, de toute façon on ne peut pas empêcher l'eau de rentrer. On ne sait rien faire. De civiele bescherming is in heel Wallonië in staat van paraatheid gebracht. Maar voorlopig is alleen op enkele plaatsen overlast. Ik ging hand voor ogen met dit weer. De regen vormt centimeters diepe plassen. In Meissen verloor een chauffeur vanmiddag de controle over het stuur. Hij raakte een andere auto en kwam tegen de vangrails terecht. En gisteravond ging op de E314 in Leuven een bestelwagen uit de bocht. Oorzaak watergladheid. In feite is het een grote hoeveelheid regen, water, dat komt te zitten tussen de band en het wegdek. De band is niet meer in staat op dat ogenblik het water weg te duwen onder hem. En de wagen gaat dan op dat ogenblik aquaplanen, gaat waterskiën als het ware. Mogelijk is er flinke regenval in het noorden van de provincie Antwerpen en ook in het noorden van Oost- en West-Vlaanderen. Het is dus de verwachting dat er vanavond en vannacht vooral in de noordelijke helft van het land nog behoorlijk wat neerslag zal vallen. Computerberekeningen gaan uit van 10 tot plaatselijk 20 liter per vierkante meter. Maar morgen dan in de loop van de ochtend, begin van de middag, trekt die regenzone geleidelijk aan naar het zuidoosten weg. En dan steekt er toch een ijskoude oostenwind de kop op. Ja, dus nog flink wat regen vannacht. Dus waar het... Vooral de noordelijke helft van het land, zeg maar Vlaanderen. Ja, en dan de nacht van oud naar nieuw, wordt dat een gevaarlijke nacht op de weg? Wordt alleszins een droge nacht, zoveel is zeker. Maar het is dus zo dat die temperatuur tot iets beneden het vriespunt daalt. Dat betekent dat bijvoorbeeld vochtige weggedeelten plaatselijk glad kunnen worden door bevriezing en dat er ook rijnplekken kunnen ontstaan. Dus zeker geen algemene gladheid, maar plaatselijk gladde plekken zijn toch wel.